Hallo daar. Hey, ik deed gisteren deze post. En ik wil daar toch nog wat dieper op ingaan. Want zoals je ziet, zeg ik hier, zo scoor je al snel 10 IQ-punten hoger. En dit gaat over de situatie waarin je ervoor zorgt dat jouw lichaam genoeg brandstof en energie kan leveren aan jouw brein. Zodat het gewoon zijn basic functies kan vervullen. Als je dit goed voor elkaar hebt, kan het zorgen dat je zo 10 IQ-punten hoger scoort. Heb je dit niet goed voor elkaar, dan word je dus letterlijk dommer. We moeten even gaan kijken naar de zenuwcellen in de brein, want die hebben een hele hoge dichtheid aan dit soort energiefabriekjes. Dat zijn je mitochondria. En die grote dichtheid aan mitochondria, die zorgt ervoor dat dat de zenuwcellen bij jouw brein als geen andere in staat zijn om grote hoeveelheden energie te produceren. Dus dit is ook niet waar het probleem ligt, hè. Jouw zenuwcellen zijn prima in staat om energie te produceren. Maar het gaat fout als jouw lichaam niet in staat is om genoeg brandstof te leveren aan die mitochondria. En dat is dus eigenlijk het probleem waar ik het over wil hebben. Een brandstoflek, door wat voor situatie dan ook, staat gelijk aan een intelligentielek. Dus als je niet goed in staat bent om die brandstof te leveren, wat heel vaak het geval is, dan kun je daar dus letterlijk dom van worden. En ik haalde drie manieren aan om te zorgen dat die brandstoflek, dat je die tot het minimum beperkt. En de eerste daarvan was voorkom laaggradige ontsteking. Nou, ik weet niet of je bekend bent met het begrip laaggradige ontsteking. Ontsteking ken je waarschijnlijk wel. Dat is als jij jouw knie stoot, dan wordt je knie rood. Wordt die warm, wordt die dik. En dat is om tijdelijk, dat is een acute ontsteking, is om tijdelijk te zorgen dat die schade die ontstaat in jouw knie, om die op te ruimen. Dat is eigenlijk een soort van immuunreactie. Maar een laaggradige ontsteking, dat is geen acute vorm van ontsteking, maar een ontsteking die constant aanwezig is op verschillende plekken in je lichaam. En het vervelende is dat door die constante aanwezigheid, dat die overal en altijd energie wegslurpt bij andere processen in je lichaam. En daarnaast, een vervelende bijkomstigheid van die laaggradige ontsteking is ook dat er een explosie vrijkomt van signaalstoffen. En die signaalstoffen die interfereren eigenlijk met jouw hormoonhuishouding en andere signaleringsmechanismen die er juist voor moeten zorgen dat energie op de juiste moment op de juiste plek komt. Dus laaggradige informatie kaapt direct energie weg bij jouw brein. Maar daarnaast zorgt het er ook voor dat jouw lichaam niet goed in staat is om energie op de juiste plekken te krijgen. Dus waaronder bij jouw brein. Er zijn een aantal dingen die je kunt doen om die laaggradige ontsteking vandaag nog te beperken. En dat zijn onder andere zo min mogelijk bewerkte suikers en geraffineerde suikers in je dieet. En toegevoegde suikers en allerlei producten kom je niet tegen. Die zorgen dus direct voor die laaggradige ontsteking. En voorkom bewerkte plantaardige oliën in je producten. Nou ja, die zie je ook overal aan toegevoegd worden. Denk aan met name de zaadolieën en de zonnebloemolieën. Wat heb je nog meer? Canolaolie, dat soort dingen. Zorg dat je die gewoon zo min mogelijk binnenkrijgt. En daarnaast, een derde punt, dat is wat ingewikkelder. Dat is het voorkomen van darmlekken. Er zijn wel een aantal dingen die je daar op korte termijn aan kunt doen. Dus zorg dat je zo min mogelijk alcohol binnenkrijgt. Zorg dat je op de hoogte bent van je intoleranties, dat je die kan voorkomen. Maar zorg ook dat je voldoende vezels binnenkrijgt. Dat is belangrijk voor je darmbacteriën. En als je goed voor je darmbacteriën zorgt, dan zorgen die darmbacteriën er weer voor dat de integriteit van jouw darmen in orde blijft. En daarmee voorkom je dus die darmlekken. En daarnaast, wat je dus ook vandaag nog kunt gaan doen, is zorgen dat je zoveel mogelijk vers eet. Eet zoveel mogelijk onbewerkt en eet zoveel mogelijk producten met een natuurlijke oorsprong. Die voorkomen aan de ene kant laaggradige informatie, maar ze stellen jouw lichaam en jouw immuunsysteem ook in staat om zo goed mogelijk te dealen met inflammatie met andere oorzaken. Nou, puntje 2: intermittent fasting. Meerdere redenen. De eerste reden is sowieso al dat als je zorgt dat je niet van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat de hele tijd aan het snacken bent, kleine tussendoortjes aan het nemen bent, dan bespaar je heel veel onnodige stress op je spijsvertering. Want je moet je voorstellen,
Elke keer als je wat eet, dan gaat je spijsvertering alles in gang zetten om te zorgen dat jij die maaltijd of die voeding goed kunt verteren, absorberen en verwerken. En daar gaat heel veel energie in zitten. Dus als jij constant een kleine snack of een klein tussendoortje neemt, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, dan heb je elke keer zo'n moment dat jouw spijsvertering een heleboel moet opstarten, zonder dat jij daar echt heel veel energie of heel veel brandstof of heel veel nutriënten uit zo'n tussendoortje haalt. Je kunt je dus veel beter richten op 2 tot 3 goede volwaardige maaltijden op een dag met flink wat nutriënten en flink wat brandstof. Dan heeft jouw spijsvertering in ieder geval iets om echt een heleboel voor op te starten. En dan haal je er dus ook echt voldoende benefits uit. Een tweede punt is dat intermittent fasting meer in lijn is met je circadiaanse ritmes. Bij de circadiaanse ritmes, wat je hierbij voor moet stellen, is dat jouw lichaam beschikt over een soort van inwendige klok. En die inwendige klok die stuurt allerlei lichamelijke processen aan. En dit zorgt ervoor dat jouw lichaam op verschillende momenten van de dag in staat is om verschillende processen het meest effectief en efficiënt uit te voeren. Met betrekking tot eten komt dit erop neer dat jouw lichaam het beste in staat is om voeding te verwerken, verteren en absorberen van de late ochtend tot de vroege avond. Dus dit zijn ook de periodes waarin je het beste de bulk van je voeding kunt nuttigen. Als je ineens een hele grote maaltijd gaat nemen in de avond, de late avond of net nadat je bent opgestaan, dan is je lichaam dan helemaal niet aan toe. Kost het allemaal extra energie om die maaltijd te verwerken en op de goede plaats te krijgen. En het gaat ook ten koste van de energie die gewoon naar je brein kan om fatsoenlijk aan de dag te beginnen of de dag fatsoenlijk af te sluiten. Dus dat wil je eigenlijk niet hebben. Het derde is dat intermittent fasting op zich echt geweldig ontstekingsverlagend is. Daar zijn ook meerdere redenen voor. Een van de meest voor de hand liggende redenen is dat als jij niet eet, dan kan je ook geen voeding tot je nemen die ontsteking stimuleert. En het is best wel wat voeding die capaciteit heeft. Dus niet eten is vaak gewoon beter dan wel eten. Ja, zo simpel is het. En er zijn ook nog heel veel andere redenen waarom intermittent fasting sterk ontstekingsverlagend werkt. Nou, en het derde punt is metabole flexibiliteit. Nou, er zijn een aantal manieren waarop je metabole flexibiliteit kunt stimuleren. En het komt er eigenlijk op neer dat je lichaam af en toe aan de hand van wat extremere prikkels moet dwingen om op zoek te gaan naar een alternatieve brandstof, wat neerkomt op de verbranding van vet. Een van de beste manieren is wederom vaste intermittent fasting. Je weerhoudt je lichaam eigenlijk van externe brandstoffen, waardoor het intern op zoek moet gaan naar een nieuwe vorm van brandstof als je door al je koolhydraten heen gebrand bent. Nou, dan komt je lichaam al snel uit bij vetverbranding. Een andere manier is intensief sporten. Dat is natuurlijk ook een intensieve metabole prikkel die ervoor kan zorgen dat jouw lichaam beter in staat raakt om vetten te verbranden. Zeker als je intensief gaat sporten met maar een lage koolhydraatvoorraad, een lage glycogeenvoorraad in je spieren of in je lever. En de derde is koolhydraatrestrictie. Dat is niet de prettigste, maar als jij geen koolhydraten tot je neemt, dan op een gegeven moment ben je ook door je koolhydraatvoorraad heen gebrand. En dan moet jouw lichaam ook op zoek gaan naar een nieuwe of een alternatieve energiebron. Dus dat zijn drie van de meest effectieve manieren om die metabole flexibiliteit te. Nou, dat was mijn iets uitgebreidere toelichting op mijn post. Met de 3 manieren waarop je ervoor kunt zorgen dat jouw IQ minstens 10 punten omhoog gaat. Om te zorgen dat jouw lichaam goed in staat is om energie naar jouw brein te krijgen. Heb je nog vragen of zo? Stuur me gerust een berichtje. Wil je nou nog meer over weten? Dan kijk eens naar onze energietransformatie. Dat is een nieuw programma waarin we je van A tot Z leren, zowel theoretisch als in praktijk, hoe je ervoor kunt zorgen dat een energiegebrek gewoon nooit meer onderdeel gaat zijn van jouw dagelijkse problemen. En verder, ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Laat het me weten en dan spreek ik je later.